Ze zijn het kersverse duo van de talkshow Op 1, Sven Kokkelman en Vidan Ekis. De twee kunnen het goed met elkaar vinden, vertelt hij in gesprek met The Weeknd. Ik vind haar heel oorspronkelijk, ze is niet bang, goed bij de tijd, ze weet veel, ze heeft lef, een explosief karakter. Alles wat ik belangrijk vind in een collega. Sven denkt dat ze samen echt iets leuks kunnen gaan doen bij Op 1. Op de vraag wat hij met Vidans explosieve karakter bedoelt, antwoordt hij, ze reageert fel op dingen, betrokken en soms ook emotioneel, boos of blij, een heel explosief persoon dus en dat vind ik leuk. De twee zitten erg op een lijn met elkaar. Als wij praten over hoe we denken dat het programma zou moeten zijn en onze samenwerking eruit zou moeten zien. We zijn het altijd heel snel eens, het is bijna alsof ik al een jaar met haar werk. We hebben van mijn kant uit een heel goede klik. Hebben de twee al botsingen gehad door Vidans felheid? Nee, helemaal niet. Ik moet erg om haar lachen en zij geloof ik af en toe ook een beetje om mij. Ik zie onze samenwerking heel erg zitten. Ik hou niet van grijze muizen, en dat is Vidan allesbehalve. Zij is een hartstikke goede journalist, verstaat haar vak. Dat is heel fijn. Ik houd niet van grijs tinten, ik vind het heel fijn als mensen uitgesproken zijn, een beetje extravert en niet altijd maar veilig binnen de lijntjes kleuren, maar soms ook de grenzen van die lijntjes opzoeken en er soms ook overheen gaan. Dat maakt het leven interessanter en spannender. Dat geldt ook voor ons vak.